De pupillen van het kinderhuis Nos Casitas, de Hanna's Lust, hebben genoten van en geparticipeerd in de voorlaatste editie van Take It to the Street. Na 13 geslaagde edities in 9 districten heeft de activiteit wederom plaats gehad en wel vandaag de Hanna's Lust. Het evenement vond plaats in opdracht van de Nederlandse ambassade. In de straten van het nieuwe woningbouwproject mochten de kinderen van Nos Casitas laten zien wat ze kunnen op het gebied van zang, dans, rap, graffiti, spoken word en voetbal. Ook deze keer verleende Geoffrey Bell, Dion Denswiel, Enver, storyteller Bonito Simpel, straat- en zaalvoetballer Virgil Pinas, Michel Maatstap, Dizzy en de skaters en BMX'ers weer hun medewerking. Op 20 augustus staat de hoofdact van dit succesvolle project op het programma. Take It to the Street ging op 10 oktober 2015 van start in Nieuw-Nikeri. Het doel van het project is om jongeren meer te laten bewegen in hun eigen omgeving en om hen door middel van sport en cultuur dichter bij elkaar te brengen. Ook krijgen jongeren in 10 districten de kans om zich te uiten in sport en street art.